Deze week onder andere in EDTV Nieuws. Het streek heeft slechte cijfers. Dus daar zit het niet in. De Edis Ondernemersprijs. Waar je zo hard voor werkt, ja. En de vlag kan uit. Goed man, gefeliciteerd, klaar. Dit is EDTV Nieuws. Ja, we hebben de tentoonstelling over de postbode en met postbode verteld. En we zijn op zoek gegaan naar het verhaal van de postbode. Vooral naar hoe hij het vroeger allemaal deed. Ja, tijdens een koffiepauze met de vrijwilligers, toen hadden we het ineens over de tijd van vroeger. En toen kwamen we ook op het beroep van de postbode. En juist ook vanuit de actualiteit dat het beroep verdwijnt, was ik toch heel benieuwd of we dat konden vastleggen op film. En daar is deze tentoonstelling uiteindelijk uit geboren. Hoe komt u aan al die attributen? Heel veel is van de postbode zelf. Maar we hebben ook spullen van het Museum voor Communicatie in Den Haag. Nou, we hebben uiteindelijk, voordat we aan de tentoonstelling begonnen, ongeveer van 20 mensen reacties gehad. Maar ook nu met de tentoonstelling open krijgen we van allerlei reacties. We hebben ook apart daarvoor een knuffelwand, waarin mensen zelf hun wat ze mee hebben gemaakt en hun ervaringen zelf kunnen opschrijven op de wand plakken. Merkt u nou van de postbodes van dit moment dat de charme een beetje van het beroep af is? Ja, dat zeggen ze allemaal. Vroeger waren de mensen trots, was er tijd voor een kopje koffie. Al was dat natuurlijk ook niet elke keer. Maar en nu is het gewoon snel tijd maken en alles zo snel mogelijk. Zonde of niet? Ja, het is ontzettend zonde. Ja, het hoort natuurlijk wel een beetje bij deze tijd. Maar het is ook wel een stukje charme van het beroep af. De tentoonstelling draait nog tot 23 oktober. Oh man, wat ben ik trots op je. Ja. Oh, geweldig. Gefeliciteerd. Thanks. Ben je opgelucht? Ja, eindelijk. Klaar nu. Fuck. Goed hè. Goed. Oh, ben ik trots op die gozer. Oh. Ja, hartstikke fijn. Leuk, we gaan taart eten. Joran heeft net te horen gekregen dat hij is geslaagd. En op zo'n moment gaat er een hoop door je heen. Ja, ik heb echt geen flauw idee. Ik moet nog even beseffen wat ik nou precies heb gedaan. En ik weet nu eindelijk dat ik mijn HAVO-diploma in de pocket heb. En ja, het is nu klaar. Ik kan nu verder. Straks studeren. In eerste instantie dacht Joran dat hij gezakt was. Daarom was het juist nu zo'n grote verrassing. Ja, eigenlijk wel. Op het laatste moment dacht ik, oh shit, ik heb nog aardrijkskunde en dat kan ook nog fout gaan. En ik heb ook nog economie en dat kan ook nog fout gaan. Maar uiteindelijk dacht ik van, ja, weet je, ik kan er nu niks meer aan doen. Wel stress en zo, maar ja, uiteindelijk dacht ik van, nou, weet je, we moeten maar kijken. Niet zo heel erg gestrest. Het viel wel mee uiteindelijk. Net zoals vele leerlingen heeft Joran lang gewacht op het telefoontje. Ik hoefde alleen maar meneer Ernst te krijgen en dan wist ik al dat ik geslaagd was of niet. Dus ik hoorde zijn stem en hij zei zo, ja, maar meneer Ernst. En ik dacht zo, yes, ik ben al geslaagd. En hij zei, ja, goed man, gefeliciteerd, klaar. En ik zei zo, ja, mooi. En toen zei hij van dat ik om 4:30 mijn cijferlijst moest ophalen. Dus klaar. En nu wordt er vanavond misschien al een klein feestje gevierd. Ik heb geen flauw idee, ik zie wel. Al die mensen die ook nog meer zijn geslaagd, ik zie het allemaal wel. Ik denk dat het wordt een sleur. We gaan gewoon er naartoe en zaterdag sowieso knallen. Ja, want ik weet dat je dyslexie hebt. Je hebt echt hard moeten leren, of niet? Ja, het was wel moeilijk, maar de examens zelf werden wel fijn gegeven, omdat ik computer had en koorts wel, dus het werd voorgelezen, vergroting. Dus het is allemaal wel heel veel hulp wat ik erbij kreeg en dat was wel heel fijn. Joran weet nu al wat hij komend schooljaar gaat doen. Ik ga de power doen in Amersfoort. En kijken of dat lukt, want dat is ook lastig. Maar HAVO, klaar. Ik hoef er nog niet over na te denken. Ik zie het allemaal wel. Ook zijn moeder is natuurlijk heel erg blij met het slagen van haar zoon. Nou, ik was nog op mijn werk. Ik stond voor de klas. Ik had tegen de kinderen gezegd, ik sta in een kleutergroep. Ik had tegen de kinderen gezegd van jongens, als er zo meteen een telefoontje komt, dan moeten we of juichen of we moeten zeggen. Dus we waren de hele dag al ermee bezig. De kinderen herinnerden me er steeds aan en... Nou ja, toen om 3:10 of zo ging eindelijk die telefoon. Dus ik zei, stil allemaal. En Erik, mijn man, die zegt... ik moet zeggen, je zoon is geslaagd. Nou joh, ik had mijn hart in mijn keel. En ik zei tegen de kinderen, kom op, juichen. Dus het brak echt een feest los. En ik voel me helemaal gelukkig. Ja, het is misschien heel overdreven, maar het is wel zo. Het was spannend, hè? Ja, het was echt wel spannend. Nou, ik eigenlijk...
Niet eens omdat hij er zo slecht voor stond, maar gewoon omdat het nou best wel wat jaren een aardige klus is geweest voor hem. Dus ja, dat maakt het spannend. En die spanning is er gelukkig nu helemaal vanaf. Ik ben echt klaar. Het is fijn. Het is top. De last van mijn schouders af. Helaas hebben we ook nog slecht nieuws. Zoals u weet volgden wij tijdens de examens Nicky. En hij heeft een minder leuk telefoontje gehad. Hij heeft het helaas niet gehaald. We wensen hem veel sterkte de komende tijd. Deze hoogspanningskabels zullen voorlopig nog niet verdwijnen uit het Edese straatbeeld. Nou, wat aan de hand is, is dat landelijk gezien de hoogspanningsleidingen die over de huizen gaan lopen, die willen ze eigenlijk wel uit dat beeld hebben. Alleen degene die als eerste aan de beurt zijn, dat zijn de masten met de leidingen die 380 kW hebben. En ja, deze die is van een lagere kwaliteit, van een lagere stroomniveau. Dus ja, hier lopen ze nog niet zo hard voor. Wij zijn natuurlijk wel met Den Haag ook in gesprek om deze toch ook mee te krijgen. Onder andere René Leegte, een Tweede Kamerlid van de VVD, maakt zich hier hard voor. Hij heeft ook destijds al onze raadsvragen gekregen. Ik heb hem nu ook al gemaild dat wij dit vandaag gingen doen. Hij blijft ons volgen en we hopen daar toch wel wat meer, meer aandacht en nog meer kans te krijgen dat dit toch een keer uit het Edese beeld verdwijnt. Ook buurtbewoners hopen dat deze grote dingen snel verdwijnen. Vind ik zeker. De straling binnen kwijt, de overlast van de vogels, de vogelpoep. Je blijft hier de auto's als je staan die pal onder die draden. Nou, de buurvrouw kan geen was buiten hangen. Nee, het is evenwel in deze tijd. Het zijn geen dingen van deze tijd. Nou, laten we het zo stellen. Zoiets moet je gewoon langdurig bovenop blijven zitten. Want anders, je weet al, bij voorbaat al, dat het natuurlijk niet binnen een jaar onder de grond is. Wat ze nu willen, vinden wij eigenlijk, heb ik zoiets voor Ede. Als deze masten onder de grond, of als de mensen uitgekocht zouden worden hier, praten we ongeveer over een bedrag van misschien wel 25 miljoen. Onder de grond leggen is maar 4 miljoen. Dus wij als VVD zijnde willen dat graag, dat die mensen dat er toch onder de grond gaat. Wie gaat dat betalen? In principe, zoals nu voorstaat, jij en ik. Wij vinden eigenlijk nog steeds dat de NUON, die destijds hier geld mee verdiend heeft, dat die eigenlijk daarvoor zouden op moeten draaien. En er is in Arnhem ligt een heel leuk potje. En wij willen daar eigenlijk nog steeds graag aanspraak op maken. Nou ja, dat die palen eigenlijk hinderlijk zijn en dat eigenlijk onder de grond moeten, de leidingen. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Maar ook, er zit ook nog een beetje een gezondheidsaspect aan. En eigenlijk, deze masten die staan al vanaf 1930. Dus die staan al bijna ruim 80 jaar hier in Ede. En ja, die moeten gewoon een keer weg uit beeld. En het is ook niet meer van deze tijd. Een schatting. Als we hier over 10 jaar komen, staan ze er nog? Dan denk ik dat ze weg zijn. En daar maken we ook ons hart voor. En als het goed is, nog wel eerder. Want er zijn ongeveer in heel Nederland ongeveer 35.000 woningen van 50 tot 200 meter onder een mast staan. En ja, daar moet gewoon een oplossing voor gevonden worden. Want de techniek is zover dat het gewoon veel makkelijker onder de grond kan. Beter die leiding onder de grond als wij. Ik hoor net iets over een slijptol. Wat was je van plan? Een slijptol erop zetten, dan komt hij wel. Een klein feestje in dit Grand Café. We hebben de prijs gewonnen ondernemer van Centrum Ede 2011. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi, hè? Dat is wel een, een bekroning op je werk, waar je zo hard voor werkt. Ja. Ben je vereerd? Ja, ik dacht eerst van, dat gaat allemaal wel, ik ben heel stoer en het doet me niet zo heel veel. Maar dat is dus wel waar. Dus op het moment dat ze ook gingen zeggen wie het geworden was, was ik zeker vereerd, ja. Dat ze deze prijs zouden winnen was niet echt verwacht. Nou, verwacht. Je hoopt natuurlijk altijd dat je wint. Hè? Ik bedoel, als je dan genomineerd wordt, ja, dan kun je wel zeggen dat dat niet zo is, maar dan wil je ook heel graag winnen. En ja, ik heb ook echt wel alles gepromoot wat ik kon promoten.
En samen met Van Elding van de Mark, die was ook erg fanatiek. Dus we zaten elkaar goed in het vaarwater. Maar ja, goed, kan er helaas maar één winnen natuurlijk. Dus ik was wel heel blij dat ik het was, maar ik had het de anderen net zo hard gegund eigenlijk. Maar ja, je bent dan toch blij als je het zelf wordt. En nu willen we graag natuurlijk allemaal weten wat het geheim is achter dit Grand Café. Ik denk dat de verleiding een goed team hebt op het moment wat draait. Goede mensen, goede bediening, prijskwaliteit heel goed. En ja, wat je ziet is wat je krijgt. Elke keer vernieuwing, steeds een nieuwe kaart, elke 3 maanden een nieuwe kaart. Voor iedereen is er wat te krijgen van een dagschotel van 9,95 tot gewoon à la carte. We hebben eigenlijk van alles. En ik denk dat het brede segment het gewoon heel goed doet bij de mensen. Iedereen moet gewoon hier naar binnen kunnen lopen met een kleine portemonnee, grote portemonnee. En dat moet allemaal gewoon kunnen. En een leuk team en leuke meiden en jongens. Goede koks in de keuken. Heel belangrijk natuurlijk. Ja, als team moet je dat dan doen. En ik denk dat op het moment heel goed gaat. Ja. Ook het personeel staat er zo tegenover. Ja, ze is super. Het is geen baas, het is een werkgeefster. Meer een vriendin, altijd voor je klaar. Wel puntjes op de i altijd. Hard voor de zaak allemaal. Dus betere baas kun je niet hebben. Is ze streng? Nee. Als je gewoon doet wat ze van je verwacht, dan net wat ik al zei, betere kun je niet hebben. Je vindt dat ze het verdiend heeft? Absoluut. Ze werkte keihard voor dag en nacht, voor de schermen, achter de schermen. Dus als er iemand is die het verdient, dan is zij het. Ja, wat houdt die prijs in? Heb je een geldbedrag gekregen of is het echt een eretitel? Nou, een geldbedrag, ja, dat zou leuk zijn. Nee, het is echt de eer. Het is echt de eretitel. Je krijgt een heel mooi beeldje. Ja, het is wel heel mooi uitgedrukt van met de wind mee. Aan de ene kant is het een beeldje, ja, we hebben hem daar staan. Maar goed, aan de ene kant is het met de wind mee, zie je de haren in de wind mee en de andere keer tegen. En dat is natuurlijk wel als ondernemer. Het lijkt allemaal leuk. En het is heel mooi als je zaak vol zit. Maar dan moet je echt wel heel hard voor werken. Met z'n allen natuurlijk. Dus ja, dat proberen wij dan te doen eigenlijk. 18 mensen zijn gezakt en 18 leerlingen moeten nog herexamen doen, willen ze kunnen slagen bij het streek Vossenvelde in Bennekom. In totaal deden er 89 leerlingen examen en daarvan heeft maar 59% het examen gehaald. En dat is een erg laag percentage. Heel teleurstellend is het dat er heel veel leerlingen niet in één keer door het examen zijn gekomen. En dat is dit jaar zeg maar echt een grote tegenvaller. De school zag dit lage slagingspercentage eigenlijk al het hele jaar aankomen. We hadden al in het loop van het jaar door dat er een aardig grote groep zeer veel moeite had om op het niveau te halen om het examen door te komen. Dus hebben wij al halverwege het jaar wat extra inspanningen geleverd om wat extra trainingen te doen. Extra aandacht voor leerlingen zeg maar, die het niet goed deden. Om te kijken of we toch nog zeg maar, een extra stimulans konden geven. Een van de factoren is het niveau. Misschien wel goed om te weten dat de MAVO in Bennekom is echt een hele andere MAVO dan de MAVO's die zich gekoppeld zijn aan de HAVO-VWO in Ede. Bij ons komen de kinderen waarvan ze zeggen, nou, er zit nog een klein kansje MAVO, theoretische leerweg in. Ga het maar proberen. Mooie kleinschalige school, veilige school. Daar kun je misschien nog wel zo'n diploma halen. En zo langzamerhand hebben wij een hele grote groep van dit soort kinderen binnengekregen. De school gaat er natuurlijk komend jaar wat aan proberen te doen. Nou, dit wil ik zeker oplossen. Want wat er nu gebeurt is iets wat de komende jaren weer zou kunnen gebeuren als we niet ingrijpen. Dus we hebben al sowieso een ingreep gedaan door de brugperiode te verkorten tot 1 jaar. Zodat we beter de leerlingen op de goede plek krijgen na 1 jaar. Dus dat is al sowieso besloten. En we gaan zeg maar ook wat strakker determineren, zodat je de leerlingen op de goede niveaus krijgt. En dan is het handig dat we hier een nieuwe school krijgen, want dan hebben we alle niveaus bij elkaar en dan kun je heel gemakkelijk switchen. Ondanks het lage slagingspercentage verwacht de school geen terugloop van het leerlingenaantal. Nee, we zijn er helemaal niet bang voor, want de kwaliteit van ons onderwijs die is helemaal niet veranderd. We hebben vorig jaar met dezelfde docenten en dezelfde programma's hadden we een slagingspercentage van dik in de 90%. Dus daar zit het niet in. Alleen we gaan wel een paar dingen anders aanpakken, omdat we een andere doelgroep krijgen.